Help jij wel eens iemand en doe je dat dan uit de goedheid van je hart of omdat je stiekem toch iets terug verwacht? Vandaag gaan we het hebben over het doen van goede daden. De Vetgezellig podcast. Elke week op een woensdag. Terug van weg geweest. Je weet zelf. Trouwens, mocht je dit luisteren en denken van, hey, leuk, ik luister dit op Spotify, maar ik heb eigenlijk nog nooit een sterren gegeven of ik heb op Apple Podcast nog nooit een review achtergelaten. Doe dat, het helpt ons juist enorm. Volg ons ook op Spotify, dat helpt ons ook om beter gevonden te worden. Dus mocht je deze podcast een warm hart toedragen, doe dat vooral. En mocht je hem op YouTube kijken, wat we nog veel leuker vinden, want ja, daar hebben we ook beeld bij en dan kan je een beetje zien hoe we het doen. En dat is het enige waar we dan aan kunnen verdienen aan het podcast. Doe dat dan vooral via YouTube. Yes. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Nou, waar ben ik eigenlijk klaar voor? Precies. Om al jouw geheimen bloot te geven. Al mijn geheimen? Ja. Ik wil nog even op iets terugkomen, want dus twee weken geleden heb ik het natuurlijk uitgebreid besproken hoeveel ik verdiende met de webshop en dat soort dingen. We hebben een launch gehad van 24 uur en toen kreeg ik best wel wat berichten van mensen van, ga je nu ook vertellen hoeveel jullie verkocht hebben? Ik weet niet volgens mij bedoelden ze dan in hoeveelheid. Daar kunnen we wel iets over zeggen. Oh, oké. Niet in de hoeveelheid eurotjes. Nee, want ik weet niet wat ik heb verdiend. Weet je nog niet? Nee. Ik heb wel de offerte gekregen van de drukker. Toen dacht ik toch weer van, oh, zo viel nog wel niet flauw op straat. Nou, dat viel wel mee. Maar het is wel dat je denkt van, zo. Ja. Maar bij sommige dingen hou ik toch iets meer over als dat ik in eerste instantie dacht. Dus dat is fijn. Nou, lekker. Maar we kunnen wel vertellen hoeveel spullen we verkocht hebben. Want dat is best wel duidelijk, toch? Ja, ik ben even vergeten eerlijk gezegd. 309 items. Oké, in totaal. Ja, maar daar zitten dus ook spellenboeken en dat soort dingen ook wel eens bij. Dus, maar dat viel mee, toch? Hoeveel daarvan erbij gedaan werden? Ja, dat viel mee inderdaad. Of soms, als je kan zeggen, tegen. Nee hoor. Nee. Ja, dat waren wel een paar. Ik denk dat we rond de 300 items verkocht hebben, denk ik. Misschien net iets minder. Maar superveel. Nou ja, dat was hartstikke geweldig. Ja, zeker. Want we hebben midden in de zomer dat ook nog eens gedaan. Dus niet iedereen is überhaupt van vakantie. Wat ik wel grappig vond, 5 minuten nadat het niet meer online stond, kreeg ik al de eerste DM's van, ah, jammer dat ik het net gemist heb. Toen dacht ik van, maar 24 uur, hè? Dat is niet net missen, 5 minuten na de 5 uur. Ik denk dat heel veel mensen dachten van, ah, maar dat kan na 5 uur, dat zal heus nog wel online staan. Maar ja, wij hebben het gewoon zo ingesteld staan dat hij om 5 uur gewoon bam, in één keer eraf ging. Ja. Dat het op uitverkocht stond. Dus de mensen die nu denken van, het is allemaal uitverkocht. Nee, de pre-order is gewoon voorbij. Ja, en maar het is allemaal uitverkocht, want dat ziet er gewoon tof uit. Dat ziet er tof uit, inderdaad, ja. Voor de rest, wat vond je ervan? Hoe vond je het gaan? Ja, ik vond het zenuwslopend, echt waar. Ja, zenuwslopend. Ja, ik vind het hartstikke leuk om te zien, maar het is ook wel heel spannend. Ja, we gingen even bij jouw zus hebben gezeten om de launch te laten zien en hoe dat snel dat gaat bij Shopify is heel leuk om te zien. Was heel anders als daarvoor trouwens. Mm-hmm. Want daarvoor merkte je dat mensen, omdat ze nu 24 uur hebben en daarvoor gewoon het op uitverkoop ging. Dus als het uitverkocht was, was het er gewoon niet meer. Zag je dat mensen wel wat rustiger aandeden. Ja. Normaal gesproken was het echt omdat dat we een kleine voorraad hadden. Gingen mensen echt hals over kop keuzes maken. Ja. En nu, maar dat was ook wel nodig deze keer, dat mensen iets beter gingen kijken, denk ik. Want het waren veel opties. En als het goed is, als deze podcast online staat, volgende week, dacht ik, wordt het dan verstuurd? Ongeveer? Ja. Weet je niet 100% zeker? Want het heeft gewoon 15 werkdagen. Dus niet 15 dagen, maar 15 werkdagen nodig om dit te doen. Dus veel items om in één keer te maken. En een kleine tip van de sluier. Een hele kleine restock nog. Klein beetje heb ik meer besteld. Want ik dacht van, als er misschien mensen zijn van een bepaald, want ik heb niet alle shirts en truien en zo besteld. Er zijn 2 items die heel goed liepen. Die wilde ik gewoon net ietsjes meer bestellen. Zodat ik dacht van, er zijn vast nog mensen die hem willen. Aangezien die zo populair zijn. Dus we hebben een hele kleine restock. Zullen we bij tijd ook alweer laten weten. En daarna gaan we over met, gaan we nieuwe designs maken, denk ik. Ja, leuk. Toch? Ook overprikkeld. We hebben nog wel wat ideetjes staan, volgens mij. Ja, zeker. Dus dat was eigenlijk het hele gebeuren. Ja, het was spannend, maar voor mijn doen, ik vond het een goed resultaat. Ja. Hoe is het met je verder? Ja, goed. Ja? Ben officieel afgekikt. Van? De cafeïne. Maar je hebt gisteren nog cola gedronken. Nee, dat mag dan gewoon. Hè? Als ik nu geen. Als je eenmaal afgekikt bent. Kan je wel weer cafeïne drinken? Mag je af en toe weer iets drinken en dan ben je niet gelijk helemaal kapot. Terug bij af. Nee. Oké. Nee, maar ik merk nu ook echt dat ik er niet meer naar crave. Nee? Heb je dat echt nu? Ja. Oh, grappig. Dat is ook niet meer als ik in de ochtend opsta en denk koffie. Ik denk er helemaal niet meer aan. Koffie? Koffie. 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 Nou, dat was echt de reden dat ik vaak opstond in het begin. Ja.
Het is natuurlijk ook niet erg. Als je moeite hebt om met uit bed te komen, dan zou ik het echt aanraden. Ja, klopt. Lekker koffie gaan drinken. How are you? Dank je dat je me even terugkaast, meid. Ja. Gaat goed. We hebben gisteren heel lang gelopen, dus ik had een beetje last vanochtend van mijn heupjes. Want ik merk toch wel dat ik 33 ben. We hebben 20 kilometer gelopen. 30.000 stappen. We gingen gisteravond zelfs nog even de deur uit, omdat ik de 30.000 wilde halen. Dat is niet mijn eerste keuze, maar... Nee, maar het is toch leuk, schat. Je moet een beetje een doel hebben in het leven. Nee, je hoeft er niet mee. Jawel. Ik vind het wel zo gezellig. Ik moest wel echt mee. En verder hebben we gisteren eigenlijk heel de dag Cruel Summer zitten kijken. Een serie op Amazon. Ik had hem al gezien, maar ik kijk graag dingen nog een keer. Kijk maar aan, schat. Ik had hem al gezien, maar ik kijk dingen graag nog een keer. had dat meer effect? Ja, maar anders heb ik het zo naar je toe kaart. Als je daar zit te kijken, dan heb ik niet echt het idee dat we een gesprek hebben. Oké. Maar, vond het een leuke serie. Vandaag gaan we seizoen 2 beginnen. Gaan we dus hebben over een goede daad doen. En hoe wij daar eigenlijk achter zijn gekomen is dat we ons hele leven al heel snel ons hulp vaak aanbieden. Ik weet niet of ik dat heel mijn leven doe. Oh ja, ik doe dat wel veel. Dan had jij het ook wel niet. Ja, misschien wel. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, maar dat was snel van ik doe het wel even of ik kan je wel helpen. Hoef er niks voor terug te hebben. Nee. Maar ergens diep in ons denken we toch dat we er wel wat voor terug wilden. Ja, we kwamen er wel achter dat er toch wel misschien momenten zijn dat je toch iets doet. En dat je er toch niet helemaal alleen maar doet omdat je er niks voor terug wil. Nee, ik vraag me ook af of het überhaupt wel mogelijk is. Een selfless good deed noemen ze echt dat. Om echt iemand te helpen met iets. En dan niet te denken, als er ooit wat met jou is, dat je toch iets verwacht. Of denkt, ja, maar ik heb diegene toen ook geholpen. Ja, maar ik heb het idee, en ik weet niet hoe jij daarin staat, dat... Nou. Een goed gevoel ervan krijgen ook wel iets is. Ja, jij bent daar heel extreem in. Jij noemt echt alles egoïstisch. Nee, niet egoïstisch, egocentrisch. Ja, egocentrisch, echt alles. Ja, maar ik denk dus, ik denk wel inderdaad dat selfless good deed, dus of een act of kindness, dat het altijd wel iets te uithalen valt. Ja, je doet het ook omdat het je een goed gevoel geeft, maar dat maakt niet uit. Nee, is ook niet. Het maakt ook niet uit waarvoor je iemand helpt. Maar ik dacht vroeger wel dat je dat kon doen, hoor. Maar ik heb ook wel gemerkt, je hebt mensen in het leven die anderen heel veel helpen. Mm. Maar dan vervolgens wel, nooit als we terug willen. Maar vervolgens als puntje bepaaltje komt, dan wordt er gezegd van ja, en ik doe alles voor anderen. En nu heb ik wat nodig en dan komt er niemand. En is dit uit het leven gegrepen? Of? Ja, het zijn nou echt veel mensen die dat doen, ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik denk, Maar hoe sta jij erin? Wat voor soort dingen doe je voor mensen en wat verwacht je zelf? Ik word vaak wel enthousiast van creatieve ideeën van mensen. Mm-hmm. Dat heb ik in het verleden wel heel vaak als iemand wat aan me gevraagd heeft. Wat zei van, hey, ik zit te denken, ik zou dit en dit wel willen doen. En dat ik dan gelijk mijn hulp ga aanbieden. Ja. Ik kan logo's maken. Oh, ik kan flyers maken. Oh, ik kan websites maken. Ik kan dit, ik kan dat, ik kan dit. En heel vaak zijn mensen dan helemaal enthousiast. Oh ja, is goed, leuk. En als dan ben ik bijvoorbeeld bezig of wat dan ook. En dan zie ik, dan wordt het alweer zoveel meer werk dan ik... Dan kom je er zelf achter dat het voor jou veel meer werk wordt. Ja, ja. Dan heb ik mijn hulp aangeboden. Ja. Maar dan haal ik er eigenlijk niet uit wat ik wil. Dus je wilde wel iets uithalen? Zeg. Ja, ik wil dan... Misschien, het is misschien dat ik dan verwacht dat mensen al sneller blij zijn. Met jou als persoon? Nee, met het resultaat wat je dan geeft. Mm-hmm. Maar ik heb gemerkt als je dingen gewoon geeft uit de goedheid van je hart, dat het dan, of ze betalen er €1000 voor, dat het dan een reactie sowieso heel anders is. Heb je wel eens iets meegemaakt dat ze €1000 voor je betalen? Dan? Nee, oké, dat bedoel dus ik niet zo. Bij wijze van spreken neem ik wijze van spreken, stel mijn eigen werk op waarde. Oké, ja. Nee, maar even denken hoor. Ik heb wel in het verleden websites, logo's, van alles gratis gemaakt. Ja, want voor de mensen die niet weten, Ghislaine heeft voor een reclamebureau gewerkt, toch? Oh ja, maar daar niet meer van hoor. Oh, was het daar niet voor? Nee, ja, daar werkt het toch niet gratis? Ik heb gewoon salaris. Oh, op die manier, ja. Okay, nee, ja. Daarvoor en daartussendoor. Omdat ik altijd, als ik met iemand praat en iemand is enthousiast over iets te gaan, zit ik al net nog niet achter Photoshop of Illustrator om het te maken. Ja, ze hebben nog net niet af. Het is gewoon stom. Oh. Ik vind dat stom van mezelf. Ja. Ja. Ik moet eigenlijk niet meer mijn hulp aanbieden. Gratis. Nou, ik heb dat ook in het verleden wel vanaf 10 jaar af aan, toen ik met filmen begon. Op een gegeven moment schat je werk nog niet echt op waarde. Dus dan ga je nog dingen doen. Ook heel vaak met de excuus van,
maar dan als je dit doet, dan de volgende keer dat, weet je wel. Ja. Of dat iemand heel enthousiast over iets is. En dat heb ik eigenlijk niet zo vaak gehad. Ik had meer vanuit werk gerelateerde dingen. Dat mensen zeiden van, ja, weet je, we hebben nog niet zoveel budget of zo. Kan je dat voor dit, kan je gewoon voor reiskosten doen? En de volgende keer komt het. En dan dacht ik van, ja, weet je, dat was natuurlijk niet echt helpen. Ja, dat is eigenlijk, ik vind het toch ook wel ergens dat je dan... Ja, dan wil je wat goeds doen, denk ik. Ja, want er waren wel... Kijk, natuurlijk zijn het... Daar moet ik even een onderscheid in maken. Dat het bedrijf, soms zijn het bedrijven en dacht je van... Dan hoop je dat daar iets uitkomt. Ja. Soms waren het ook inderdaad particulieren. En dan hoop je ook dat er iets... Dan hoop je wel iets dat er iets uitkomt. Maar ik denk ook van, ik vind jou ook gewoon aardig. Dus ik wil je gewoon helpen met iets. Maar de laatste paar jaar heb ik wel eens vaker mensen geholpen. Hmm. En die pakken het wel aan, maar die pakken het niet op. Ja. Snap je? Mm-hmm. Dus dan investeer je wel tijd erin. En dan denk je achteraf van, is die tijd die ik erin heb gestoken nou eigenlijk... Dan hoeft er eigenlijk niets voor terug, zei ik dan ook altijd. Maar dan wil je er toch uiteindelijk wel iets voor terug. Want je wilt dat diegene er dan wel iets mee doet. Ja. En dat vind ik wel... ik merk dat ik dat wel lastig vind. Maar dat is ook hetzelfde met bijvoorbeeld het maken van een logo. Als iemand er dan uiteindelijk helemaal niks mee gaat doen met het bedrijf. Mm. Dan heb ik ook zo'n idee van, dan heb je mijn tijd echt groot verspeeld. Maar ja, aan de andere kant moet je daar dus... Ik denk dat als je het gewoon vanuit goedheid van je hart wil doen... moet je daar dus eigenlijk niet mee inzetten. Nee, maar dan doe ik het dus blijkbaar niet volledig uit de goedheid van mijn hart. Dan doe ik het ergens dus ook omdat ik graag hoop wil... Dat er... Ja, wat betreft het ontwerpen wil ik gewoon graag het zien gebruikt worden. Ja. Denk dat het is. En als ik wel eens advies aan iemand geef en diegene die doet er niks mee... Dan kan ik wel een beetje gefrustreerd raken. Mm. Maar dat is toch anders, denk ik. Ja, als je echt heel veel tijd in hebt gestoken of je doet een berichtje naar iemand sturen. Ja, investeren, dat is natuurlijk een groot verschil. Ja. Ja, maar zijn er uiteindelijk wel daden die je kan doen zonder dat je er iets voor terug verwacht? Of is het niet dat je altijd wel iets verwacht? Nou, stel je voor met verhuizen, hè? Mensen, ja. Oh ja, dat is een goed voorbeeld. Mensen zoeken vaak dan iemand om te helpen. Ja. En ergens denk je dan van ja... Ik moet hier ja op zeggen, want ik weet als ik ooit ga verhuizen, dan kan ik diegene terugvragen. Ja, maar dat vind ik dus. Daar heb ik dus echt een schurfthekel aan. Ja, maar dat is wel vaak de reden waarom mensen elkaar helpen met verhuizen, toch? Ja, maar toen ik ging verhuizen, wilde ik eigenlijk niemand vragen. Nee, jij wilde niemand vragen, want je zei van ik wil niet dat mensen wat van mij gaan verwachten. Ja, want dat wil ik niet. Dat wil ik gewoon niet. Daar heb ik geen zin in. Ik wil niet dat mensen. Het omgekeerde van dat, toch? Ja, maar daar voel ik me ongemakkelijk bij. Want ik wil heus iemand helpen, maar dan wil ik niet dat ik dat moet helpen. Als verplichting voel. Ja, precies, want ik wil wel. Iedereen, nou niet iedereen, maar de mensen die ik ken, die vragen aan mij van joh, zou jij zaterdag even willen helpen met wat doosjouwen of dit en dat? Dan zou ik proberen om er aan eruit te komen. Maar als het dan echt niet lukt, nee, geintje. Maar ik zou dat echt wel, ja, dan wil ik wel helpen, maar niet omdat ze mij hebben geholpen. Nee. Ik zou ook wel gewoon mensen helpen met verhuizen en dan zonder wat terug te verwachten hoor. Maar ik vind het ook soms wel leuk voor qua gezelligheid. Ik heb ook een paar jaar geleden mensen geholpen om. Niet echt te verhuizen, maar in hun huis bezig te zijn geweest. Ja? Ja, maar daar hoefde ik ook niks voor terug. Nee. Want dat vond ik alleen maar leuk om te doen. Gewoon een beetje... Maar vind jij dat jij, stel je voor je gaat verhuizen, dat je een paar vrienden kan vragen... en dan wanneer zij gaan verhuizen, dat jij kan zeggen van ik kan niet. Vind je dat het kan? Ik denk niet dat ik het zelf zou doen, maar ik denk wel dat het zou moeten kunnen. Ja. 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 Want ik vind dat dat soort dingen moeten niet... Ik weet niet, als het transactioneel is, dat de ene dan dat... Kijk, natuurlijk, het is ook wel ergens logisch. Maar als je iets gewoon voor iemand wil doen... dan moet je het doen om niet iets voor terug te verwachten. Ja. Dat vind ik, hoor. Dus als jij de hele dag bezig bent geweest bij een vriend van je... en een maand later ga jij verhuizen en diegene zegt van... Ja, ik heb nog even wat anders staan. Ja, het komt niet goed uit, sorry. Dan zou jij denken van... Nou, zou ik eigenlijk denken, ja, prima. Nee, ja. Ja, ik heb daar niet zo moeite. Nee, jij hebt het sowieso niet heel erg dat je dan daar pist op wordt of zo. Ik verwacht nooit iets terug van mensen. Nee, ja, als je kan, of, kan je niet natuurlijk. Als je mij kent en je zegt van ja, maar je hebt me ooit iets van me verwacht, dan hoor ik het graag, want ik zou het echt niet weten meer. Ja. Ik hou daar gewoon niet zo van. Ik wil echt gewoon iets doen omdat ik het leuk vind. Ik wil ook dat iemand iets doet. Nou, dat hoeft niet per se. Eigenlijk als iemand iets voor mij doet, dan wil ik er wel iets voor terug doen persoonlijk. Dat wil ik wel. Ja. Dat heb ik wel vaak, dat ik wel het gevoel heb van ik wil iets terug doen.
Maar dat doen. Is ook een soort van verhouding die je met elkaar hebt. Dat je elkaar gewoon wil helpen, ja. Denk ik dan. Ja. Ja. Vooral belangrijk vind ik dat als je een goede vriendschap vind ik ook als je gewoon voor elkaar klaar staat. Maar ik ben wel iemand die heel laat wacht, of heel lang wacht voordat ik iemand iets vraag. Ja, ja. Dus ik weet nog met Antonie, die zei van toen ik ging verhuizen. Maar heb je nou niet aan me gevraagd? Ik kan toch gewoon even helpen? Toen kon hij toevallig niet, want het, ja, als je het eerder had gevraagd, had ik je echt willen helpen. Maar hij zei, als je volgende keer gaat verhuizen of je gaat met je kantoor verhuizen, dan moet je me vragen. Mm-hmm. Toen zei ik, oké. Okay. Toen heb ik het ook gedaan. En ik heb Bradley toen gevraagd en Michael natuurlijk ook gevraagd. Maar ik heb van hun alle drie niet echt nog daarna gehoord van dat ik nog iets moest terugdoen of zo. Nee, maar je hebt Michael ondertussen ook al meerdere keren geholpen. Ja, oké. Okay, maar Bradley of Antonie heb ik eigenlijk nooit gehoord. Nee, maar die hebben nog niet gaan verhuizen. Nee, maar terwijl als ze het zouden vragen, ik zou het gewoon doen. Nee. Als ik kan, hè. Want dat is ja, wel als je echt niet kan. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kan vaak wel. Maar toch ergens denk ik wel dat als je een goede vriendschap hebt, dat je elkaar helpt. Dus als je een keer niet kan, oké. Maar ik denk wel dat, zelfs al heb je er geen zin in, dat je elkaar wel moet gaan helpen. Dus ik denk toch wel dat je in vriendschappen wel dingen van elkaar kan verwachten op dat gebied. Ja, ja dat is waar. Ja, maar dus dan, ook al wil je het niet verwachten, ik denk wel dat dat... Maar vind je dan dus dat met vriendschappen wel zo is dat je dus elkaar echt moet helpen? Dat het een soort van ongeschreven regel is die wel echt moet gebeuren? Nou, dat vind ik wel een fijn idee aan een vriendschap, ja. En aan familie. Dat je er voor elkaar bent. Ja. En dus dat je wel wat van elkaar kan verwachten. Stel je voor dat jij iets nodig hebt en je vraagt het aan Jan en alle mannen. Ze zeggen allemaal nee of geen zin, kan niet. Ja, dat is wel dan lastig. Ga je ook denken, wat voor mensen heb ik eigenlijk om me heen? Dat is toch het idee wat je daarvan eerste, krijgt. Ja, ik weet niet of ik dat als eerste zou denken. Als iedereen het laat afweten? Nou, zo, ja, ik zou me dan echt wel diep in de put voelen. Ik denk van jeetje. Ja, misschien... Dan ligt er toch een bepaalde verwachting, hoor, van mensen. Dat je, tenminste, vanuit mij dan... Ja, nee, ja, ik zit echt na te denken of ik dat zou hebben. Ik zou wel denken van, oh, het is wel... Ik zou eens eerder denken, het is onhandig. Maar ik weet niet of het per se zou... Maar misschien komt het omdat ik wel weet dat iemand wel... Dat er wel mensen zijn die willen helpen. Ja. Misschien is dat dan wel het verschil. Maar, ik zou het ook wel gek vinden als ik opeens helemaal niemand meer wat terug zou horen, dus... Dat echt letterlijk niks... Dat niemand meer wat niemand, zegt. Niemand wil helpen. Ik denk dat... We hebben wel aardig wat mensen om ons heen hebben die dat wel willen. Ja, ja, en ik wil ook altijd. Maar toch denk ik wel dat als ik vanuit mezelf kijk... en ik dacht altijd dat ik heel veel dingen belangloos deed... maar dat eigenlijk over het algemeen gezien... de meeste dingen, ik toch daar iets van een verwachting zit. Ja. Zei het al niet dat het is als er iets dan misgaat... dat iemand niet me vervelend aankijkt of weet ik wat... dat is er ook een verwachting. Oh, ja. Ja, inderdaad, als je iets voor iemand maakt dat je denkt... Denkt van als het dan toch niet helemaal goed uitgepakt heeft, dat je in ieder geval niet daar de kritiek op krijgt. Ja, precies. Ja, maar dat inderdaad. Ja. Dus dan verwacht je toch. Van ja, want ik heb het allemaal dan gratis verwacht je gedaan. Dat iemand er blij mee is wat je hebt gedaan. Nou, dat is natuurlijk ook het ding dat als je heel veel dingen gratis doet, dan. Heb ik als tiener en twintiger wel veel dan gedaan. Hoop je ook dat er heel weinig consequenties aan vasthangen. Nou, wat ik wel echt heftig vind, en dat is niet echt een goede daad dan. Maar dat is wel iets ook niet echt belangeloos, want ergens haal ik er wel iets uit. Maar wat je zei, dat als je iets gratis doet, dat de meest grootste zeurders zijn die er zijn. Oh ja, schat, ik weet het maar al te goed. Dat je dan echt denkt van, hé, maar wacht even. Van, hoe kan dit nou? Hoe ben ik hier mezelf, heb ik hier mezelf in laten luizen? Want ik was dit gratis aan het doen en nu ben ik echt al de zesde revisieronde aan het doen. Of ik heb het voor heel weinig geld bijvoorbeeld gedaan. En ik doe er al meer dan een maand over, terwijl ik maar 200 euro voor krijg. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Ik wil daar ook niet meer intrappen, maar daarom laat ik jou alles regelen. Nee, ze wil niet. Nee, ze mag niet. Nee, ze kan niet. Nee, nou ja, dat is wel voordeel natuurlijk. Ja. Ja. Hebben we nog meer erover te zeggen eigenlijk? Ja, het is niet een heel spannend onderwerp, hè, vind je? Het is niet een heel spannend onderwerp, maar het is wel... Nee, we hebben hier wel veel over te zeggen, maar eigenlijk komen we er gewoon achter dat er twee mensen zijn die toch dingen verwachten wanneer we dingen voor anderen doen. Ja, maar is dat erg eigenlijk? Nou, wat vind jij daarvan van mensen die, wel heel veel advies vragen, maar vervolgens niks doen ermee? Wat vind je daarvan? Waarom met zo'n grote lach op je mond? Nee, ja, dat is gewoon een vraag. Nou, jij bent een beetje into the business. Jij bent een beetje into the business gerold, omdat je het leuk vindt om mensen te adviseren. Ja. Maar je bent er toch wel achter gekomen zodra er geen geldbedrag achter staat, dat mensen het toch niet serieus nemen. Nou ja, dan weet ik niet of ik dat zo... Ja, nou, of ze het niet serieus nemen, weet ik niet. Maar er wordt er wel minder mee gedaan. Want ik denk dat de mensen dat minder de waarde ervan inzien misschien. Maar dat is ergens ook wel logisch, hè. Want stel je voor dat jij een hele cursus maakt over angst, laten we dat even zeggen.
En je zet die cursussetje op gratis te downloaden. Ja, dan zou je denken van ja, werkt het dan wel echt? En vroeger had je misschien gedacht, omdat je nog niet echt wist hoe dat werkte, van oh, er gaan echt heel veel mensen het doen, want het is gratis. Mm-hmm. En mensen schatten de waarde gewoon niet van in. Nee, en dat is ook wel tegen mij gezegd door iemand. Die zei van, ja, maar je moet het ook niet meer zomaar advies geven aan mensen zonder dat daar een waarde. Want het, in principe heb je daar wel... expertise genoeg voor. En ik denk dat ik mezelf altijd een beetje te laag inschat. En dat ik ook wel dacht van, ik wil in eerste instantie testen of het lukt wat ik denk dat me zou moeten lukken. En het gaat dan over advies geven over YouTube vooral. Mm. Maar eigenlijk heb ik gewoon best wel veel kennis. Want ik doe er heel veel onderzoek naar en ik kijk heel veel en ik lees best wel veel erover en zo. En ik probeer altijd nieuwe dingen zelf ook uit. Dus ik heb er gewoon heel veel... Ik heb er veel zinnigs over te zeggen. En voor andere mensen ben ik misschien nog wel iets... kan ik het zelfs nog wel makkelijker zien waar iemand... Ja, van een afstandje. Misloopt. Dus ik vind het ook heel leuk om te doen. Maar ik merk wel dat ik het nu een paar keer wel heb gedaan. Dat ik het wel fijn vind ergens. Maar dat ik toch merk dat er misschien te weinig mee gedaan wordt of zo. En dat ik denk van, dat vind ik zonde. Dus dan is het mijn tijd ook niet waard. Misschien. Tenzij, weet je, als jij er geld tegenover zet en die mensen die hebben echt het idee dat ze iets aangeschaft hebben van een cursus en een, of een dan ben je wat vaak ook. Wel wat willender om er echt mee aan te gaan. Ja, dan ga je er wat mee doen, want anders vind je het zonde van je geld. Ja. En dat is denk ik zo, dat je kunt heel veel dingen doen in je leven, omdat je denkt, ik wil ervaring opdoen. Ja. Maar dat is niet de ervaring die je gaat krijgen als je eenmaal geld gaat vragen voor je diensten. Nee, klopt inderdaad. En ik denk dat dan het ook meer op waarde geschat inderdaad wordt. Wat ook, Ja. En jij? Ja, ik heb dat al op de harde manier moeten leren. Jij zelf? Als je €100 voor je logo vraagt, als ze 13 revisies willen en dan nog het zelf willen aanpassen in Canva. Mm-hmm. Tegenwoordig in Canva. Ja. Zegt de haat onder de grafisch vormgevers. Ja, is dat zo, ja? Maar hoezo noemen we dat? Maar mij maakt het allemaal niet uit. Ja, schat. Maar, kom op. Ja, ik vind het wel. Niet alsof je nu... Nee, ik vind het gewoon grappig. Die meid die staat te schelden op Canva. Dat is nee, niet helemaal niet. Ik ken het hele programma niet, om eerlijk te zijn. Nee, maar je vindt ik het wel één keer iets ingeprobeerd. Je vindt het niet voor design. Nou, ik vind het leuk dat het wat toegankelijker is gemaakt. Maar je hebt allemaal van die standaard logo's en dingetjes en dartjes. Ja. Waar mensen dan hun tekst gaan invoeren en dan krijg je tig van dezelfde meuk. Ja, en dat zie je nu in... maar dat is met AI toch ook op een gegeven moment. En mensen zijn nu dus dingen aan het maken in Photoshop. En dan zo aan het maken dat het in Canva geladen kan worden. Dan moet je het in Canva nog allemaal goed zetten. Ja. Zodat mensen kunnen aanpassen, cliënten kunnen aanpassen. Dat is best slim. Maar je weet als mensen dat dingen gaan aanpassen... Dan ziet het er niet meer uit. Dan ziet het er niet meer uit. Nee, klopt. Dus dan doen ze het dan weer op zo'n manier dat ze niet kunnen kloten met die dingen. Oh ja, maar dan zetten ze het vast of zo. Ik zit dus heel veel van die video's te kijken waarin mensen dat aan het ontwerpen zijn en dan in Canva aan het omzetten zijn. Mm-hmm. En dat vind ik wel grappig om te zien. En dan die comments eronder zijn altijd van, ja, Canva is de dead voor designers. En, Hij is niet echt zo toch uiteindelijk. Ja. Mensen, je hebt een creatief brein nodig om überhaupt iets te bedenken. Je ziet zoveel mensen online. En bijvoorbeeld bij de cricket toch ook. Dan heb voor je allemaal van die standaard mensen dingetjes. Is het ook geen probleem, Canva. Nee. Want die kunnen gewoon ook in Canva leuke dingen doen. Maar voor mensen die denken van, ja, ik kan of nu €1000 voor een huisstijl uitgeven. Wat nog best te doen is. Maar die zien vaak de waarde niet aan. Of ik kan in Canva een standaard logootje uitkiezen en mijn naam erin zetten. Ja, maar die zien de waarde niet in van een goed logo. Nee, maar zoiets. Dus die mensen ga je sowieso al niet krijgen. Nee, maar stel je voor, je maakt een logo voor €50, €100. €50, €100? €50 of €100. Oh, 50, tussen €50 en €100. Ik dacht €50, €100. Echt, dat is veel, dan je stuurt iets en dan is het meest geweldige design ever. Mensen hebben gewoon dat bedrag in hun hoofd. Dus die schat het al automatisch lager in. Ja. Dan openen ze het en dan vinden ze het leuk. Dan is altijd wel weer 13 miljoen dingen die aangepast moeten worden. Maar jij vraagt €1000 à €2000 voor. Hè? En ze krijgen een prachtig voorstel binnen. En dan denken ze van, wow, die heeft er verstand van. Hoe zijn we van zelfs good deed tot Canva? Gewoon dat is het meest frustrerende eigenlijk aan mensen helpen. Voor ik zou het liefst gewoon mensen helpen en als ze er ook iets mee doen. Want ik heb dan wel het idee, waarom vraag je het aan me als je er toch niks uiteindelijk mee gaat doen? Maar dat heb ik zelf misschien ook wel eens in het verleden gedaan. Nou, ik denk dat je wel gewoon mensen hebt die heel enthousiast raken van het idee dat iets gedaan kan worden. Toch?
Ja, die snap bijvoorbeeld. Ik niet nou, dat... zit daar vodka in? Of, Nee. Je begrijpt wat ik bedoel, toch? Nee, ik snap niet. Dan komt er iemand naar je toe en die zegt: ja, ik wil heel graag mijn eigen bedrijf beginnen. Bla bla bla. Zou je me advies willen geven? En dan zeg jij van: ja, geweldig. Je moet zus en zo. En ik heb nog een lekker wijfje op kantoor. Die kan een logotje voor maken. Dat ben ik dan. Ja. En we gaan je gewoon helpen. Want je bent een goede vriend van ons. Dat is gewoon hypothetisch, ja. Toch? Is ja, dat hypothetisch. Dat, ja. Is dat hoe ik het kan omschrijven? Ja. En dan heb je het dan lekker in elkaar gezet. En dan en de volgende week is het van... Ja, ik heb er toch over zo nagedacht. Maar ja, nee, ja, ik denk toch dat ik het niet ga doen. En dan heb jij de hele mikmak al opgezet. Nou, en je zal zeggen dat het misschien nog nooit gebeurt. Maar dit is dus wel zo gebeurd. Ja? Nou ja, dat soort dingetjes hebben we vaker dat soort dingetjes, gehad. Ja. Dat we dingen hebben gemaakt of zo, en dat er uiteindelijk niks mee gedaan werd. Dat hebben wij allebei wel meegemaakt. En daarvoor moet je gewoon leren. Je moet gelijk een offerte opstellen. Zoveel gaat het ongeveer kosten. Ja, en ook voor mensen die je kent. Uiteindelijk. Je moet uiteindelijk. En ik vind dat maar dat vind ik wel heel lastig. Want dan heb ik liever dat ik het gewoon voor iemand doe, omdat ik iemand aardig vind. Ja, maar het lijkt wel gewoon dat dan de waarde gewoon niet gezien wordt van iets. Zelfs al, je kunt natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk ook gewoon mensen die er echt blij mee zijn, hoor. Die zitten er ook tussen. Tuurlijk, het is, nu is het alleen maar alsof je allemaal. Grote frustraties vanuit ons. Nee, joh, het is gewoon frustrations. Uiteindelijk is het. Uiteindelijk komt het bij mij op de kern neer. Ik zou het liefst alles zonder geld doen. En gewoon omdat ik het leuk vind. En, en dat ik gewoon mijn leven kan leven. Ja, ook, en A, omdat er ook minder druk achter zit dan voor je gevoel. Hè? Ook dat, ja. Ik hou niet zo van druk achter dingen. Maar ja, aan de andere kant is die druk ook wel goed. Want druk komt ook best wel weer mooie dingen. Zeker. Kunnen daar komen. Ja. Dus uiteindelijk is het gewoon goed om dingen op waarde te schatten. En kunnen wij ook in het vervolg... Want wij hebben wel vaker frustraties vanuit misschien advies en dat soort dingen die we wel eens hebben gegeven. Oh, jij vroeger, ik misschien ook vroeger. Is het ook niet goed voor je hart en voor je leven om daar je echt gefrustreerd... Je kan één keer iets zeggen en dan gaan denken van... Oké, als je de volgende keer ziet dat iemand er iets niet mee doet... Laat het rusten. Maar dat vinden we allebei best wel lastig. Ja, heel lastig. Dat vind ik echt lastig. Maar ja, ik wil wel advies aan jullie geven. Dus als er een vriend naar je toe komt die zegt ik wil verhuizen, offerte je gelijk offerte eruit. Ja, precies. Gelijk offerte, €100 per anders uur. Anders gaan ze je echt niet op waarde stellen en dan komen ze jou ook niet meer helpen. Nee, dus €100 per uur en dan praat je nergens meer over, toch? Deze podcast is echt één grote zooi. Huh? Dat is een heel onsamenhangend gesprek dit. Hoezo? Ja, gewoon het gaat van selfless deeds naar offertes opstellen. Ja, maar dat is toch de conclusie. We gaan niet meer gratis onze diensten aanbieden. We gaan niet meer gratis advies geven. Nee, maar weet je wat het is? Ik ga niks meer gratis, ik geef gewoon heel graag advies. Ja, ik ook. Maar, heerlijk om advies te geven. Ja, adviseren. Maar op een gegeven moment wordt het gewoon frustrerend dat niemand mijn advies aanneemt. En dan kun je twee gewoon, dingen denken. Is dat je advies? Dan kun je twee dingen denken. Of je praat poep. Dus ja. Of mensen zien de waarde er niet van in. En je praat poep. Basically, praat je gewoon poep. Ik heb gewoon het idee dat ik van alles wat af weet. Jezus, zo. Somebody thinks highly of herself. Van alles gewoon. Stel me nu maar een onderwerp. Ik weet er gewoon wat vanaf. Evolutietheorie. Onzin. Niet gebeurd. Ja, heel veel adviezen. Hoe is thuisbezorgd opgericht? Waar is het opgericht? Nee, ja, ik denk toch dat ik me iets te hoog ingeschat heb zelf. Sorry, ik neem mijn woorden terug. Wat is het merk van die camera? Dat is een Sony. Oh, ja, dat is goed gegokt. Omdat ik nee, al Sony ik zet. Weet dat het een Sony is. Okay, dan is ik weet dat. Zo'n knap dingetje. Wie heeft de Smiley bedacht? Meneer Smiley. Oh ja, dat is waar, hè? Ja? Die heet de Smiley van zijn achternaam. Nee hoor, maakt niet uit. Nee, okay. Het was weer Larry Koek. Hey, we hebben geen mentale gezondheidsspel hier. Ja, achter, hier. Maar dat is nog niet het eerste, want we gaan natuurlijk eerst naar het... Snackje van de week. Snackje van de week. Snackje van de week moet bij mij nog binnenkomen. Ja. Michael neemt hem mee vanuit Amerika. Maar je weet nog helemaal niet of je die lekker vindt. Ja, dat weet ik ook niet, maar ik ben gewoon zo benieuwd dat ik het wel het snackje van de week ga noemen. De Feastables. De Feastables van Mr. Beast. Ik wil namelijk een video, die video wil ik echt al maanden maken. Nu heb bijna elke YouTuber in Nederland hem al gemaakt. Maar goed, ik wilde producten van YouTubers gaan proberen. Maar dan wilde ik eigenlijk ook dus die Feastables van Mr. Beast hebben. Mm-hmm. En die zijn in Nederland... ik zag ze laatst trouwens als ze bij Bob.com, maar dan moest je €40 voor één box betalen. Met 10 van die repen erin, wat op zich wel meevalt. Maar dan heb je maar één smaak. Nu heb ik 3 smaken bij de 7-Eleven uit Las Vegas. Ja. Want Michael, jouw zwager, is naar Las Vegas gegaan.
En die is zo lief geweest om 2 kilometer voor me te lopen om een 3 reepjes te halen. Zo cute. Zijn wel helemaal gesmolten waarschijnlijk. Ja, dat wel. Maar goed, ik krijg die dus binnenkort binnen. Dus die video ga ik ook binnenkort opnemen. Want ik heb de Prime heb ik binnen. En ik moet even die Nederlanders even kijken wat ze hebben gemaakt. De Prime heb je ook uit Verwegistan laten komen. Ja, maar Prime was er echt 3 weken daarna was daar overal ineens te komen. Ja, dat was grappig, ja. Maar dus dat wil ik het snackje van de week maken. Ook al weet ik nog niet hoe het smaakt. Vind jij nou echt niet jammer dat dat die Amerikaanse producten... Ja, dat moet dat zo lang duurt is, duurt voordat het hier in Nederland komt. Ja, dat is echt rot. Terwijl, wij willen ook gewoon al die bekende YouTubers producten hebben. Ja, toch? Ik was ook wel benieuwd naar die Amber Chamberlain koffie. Oh fuck, dat had ik moeten vragen of die ook even mee had kunnen. Ja. Maar dat zijn allemaal bonen en die hebben wij niet. Nee, maar ja, volgens mij had ze ook wel andere dingen, toch? Of niet? Ze had ook matcha. Matcha, toch, had ze? Had ze matcha? Ja. Oh, kijk, oprecht, ik ben vet gezellig eten. Ja, er moet gewoon ooit een keer een snack of een chocola of weet ik veel wat. Oh, maar dat is komen echt een grote droom van jou, hè? Dat is echt een grote droom, ja. Ja, het is echt jammer dat dat nog niet werkelijkheid is. Misschien is dat dan de snack van de week. Mijn reep of ja, wat zou snack. Wat zou je het allerliefst willen? Als alles mogelijk is. Ja, chocoladereep, een drankje, een koekje. Nee, zou ik een snack willen uit de snackbar. De vetgezellig snack. Echt? Ja, tuurlijk. Dat klinkt toch geweldig. De vetgezellig snack. Ja, dat is echt lekker. Maar hoe kun je die in verschillende snackbaren? Dat is eigenlijk een soort van... wat is nou echt een snack die ooit bedacht is en langzaam in snackbar gekomen is? Alle snacks. Oh, de dingen toch? Naast de klassiekers. Die ik altijd neem, de berenklauw toch? Ja? Ja, denk wel, smorrel. Ze hebben ook niet overal viandellen. Nee, maar ik wil een keer naar België dus, om een keer alle snacks daar die wij niet kennen te proberen. Zoals die... wat hebben ze eigenlijk in België? Weet die ik wij niet. Kennen? Weet ik niet. Al die souffle snacks. Ja, maar ze hebben natuurlijk ook die samurai burger of nu die weet de Bicky burger. Oh ja. Die hebben we ook nog nooit op bijvoorbeeld. Kan je hier ook krijgen, maar goed, het is leuk om in België te kopen. Maar ja, de vetgezellig snack, dat klinkt toch geweldig. Ik weet alleen niet wat de inhoud van een snack is. Maar hoe geweldig zou dat? Dan moeten we eigenlijk een snackbarretour doen door het hele land. Mm-hmm. En dan. Overal die snacks serveren bedoel je? Nee, ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, wat zou dus vet gezellig snack zijn? Nou, laat eens weten. Misschien dat de kijkers wel een goede tip hebben van... wat zou nou een goede vet gezellig snack zijn? Ik zat laatst aan iets te denken wat ik echt dacht van wow. Oh ja, truffelchips met witte chocolade omheen. Ja, dat is niet voor mij. Dat lijkt me echt vet lekker. Ja, dat is voor jou. Dat is niet voor mij. We moeten een keer maken. Je kunt het een keer maken, maar dat is niet te vet gezellig. Wat is dat nou niet lekker? Misschien kunnen we een beetje kaneel eroverheen... Godverdamme. Dat is echt een Frankenstein. Met je kaneel dingen. Zou het niet zo lekker zijn om een snackbar snack hebben met kaneel? Nee. Oh. Nee. Als voor iedereen die wat meer openheid in zijn leven wil creëren. Hij is op bol.com te krijgen trouwens. Daar wordt hij door ons verstuurd. Superleuk. Ja. Mocht je hem via onze site bestellen, wordt hij door iemand anders verstuurd. Dus dan hebben we onze zweterige handjes er niet aangezeten. Nee, dus als je onze zweterige handje... Nou, die zijn nog steeds aangezeten hoor. Jij hebt ze ingepakt, die van mij niet. Nou, Meg heeft ze eigenlijk ingepakt. Oh, dus allebei niet. Nee. Maar goed, je kunt het met iedereen spelen. Je vrienden, je family, je therapist. Ook erg waardevol. Ja, dat jij dat is wel leuk. Dat je bij de therapie aankomt en dat je zegt, nou, Krelis. Krelis? Ja, zo noem ik de therapie. De therapeut. En dat je dan tegen zegt, welke eigenschappen bewonder je van anderen die je bij jezelf niet hebt? Ja, dat is voor een therapist misschien onmogelijk om te beantwoorden natuurlijk. Want hij bewondert niks van anderen? Nee. Ja. Maar goed, we hebben dus weer 100 kaartjes. Trouwens, wel heel leuk om te zeggen misschien. Dat kunnen we wel zeggen. Ja, we zijn met een nieuwe versie bezig. Voor een ander bedrijf. Voor een ander bedrijf. Ja, dus dat wordt een geheel custom-made spel. Ja. Die wij hebben ontworpen. Mm-hmm. Dus dat is wel leuk. Hartstikke leuk. Dat is de eerste. Ja. Daar zijn we al een tijdje mee bezig. Wel meerdere bedrijven hadden er interesse in, maar nog niemand had toegehad tot nu. Ja. Ik ga voor jou trouwens trekken, want volgens mij was ik de laatste. Nee, ik heb al. Ik ga voor jou trekken. Oh. Waar schaam jij je wel eens voor? Waar niet voor, zou ik zo zeggen. Nee, ja, maar gewoon, wat zijn nou echt dingen waar je echt voor schaamt? Voor mezelf. En wat, ja, maar waar, in welke opzicht? Nou, ik moet zeggen, als ik in winkelcentra bijvoorbeeld loop en ik zie mensen lachen, dan word ik heel onzeker. Ja, dat is waar trouwens. Ja. Maar dat komt vanuit mijn verleden, dat ik me altijd zo... zo bekeken heb gevoeld, omdat ik buiten de boot viel. Dus dan, sorry schat, ik moet even afgeleid worden, want ik word zenuwachtig van dit gesprek. Ja, echt? Maar, dus ik ben heel, ik schaam me snel voor mezelf, ja. Nou, ik moet zeggen, dat je, dus dan lopen we ergens en dan lachen mensen en dan vraag je aan mij, waarom lachen ze?
En dan heb ik altijd het idee, ze lachen echt niet jou uit hoor, meid. Ja, ik heb dan echt het gevoel dat ze mij uitlachen. En ze zitten te bedenken, waardoor is het dan? Want ze zien zo'n kleine oompa-loompa als mij lopen en daar lachen ze. Kennen ze misschien van internet en denken ze als die gekke autist? Of zien ze misschien jou en denken ze, hé, die ken ik van TikTok. Dat is dat gekke wijf van TikTok. Ze herkennen mij als gekke wijf van TikTok? Ja, ze noemen jou toch ook als een wijfie? Is dat zo? Ik noem jou als wijfie. Mag maar dat meer, eigenlijk. Oké, dus je schaamt je voor jezelf. Ik schaam me ook wel eens voor mezelf hoor. Als ik dan weer iets verkeerd heb gezegd, of dat ik weer eens een keer een woordje verkeerd heb geschreven. En dat ik daar weer op. Van de week was de video die online was gekomen, had ik besteld met een D geschreven en moest met een T. En kreeg ik gelijk de eerste reacties. Was niet van leuke video, maar was besteld met een T. En dan, denk, en dan schaam ik me voor mezelf. Ja, terwijl ik denk, ik controleer, probeer echt altijd alles te controleren, maar dat nee. Dan vergeet ik toch weer iets en dan zit het daar net weer een spelfout in en dan zal je net zien dat het in de titel zit. Maar binnenkort als je dyslexie collectie shirt hebt, dan kan ik altijd die aandoen. Komt jongens. Het gewoon allemaal goed, joh. Jongens, dyslexie. Maar daar nog even over schaamte gesproken. Zien dat ik dan dat de hele dag over mezelf denk. Het is gewoon lachende mensen die triggeren gewoon iets in me van vroeger. Ben je veel uitgelachen dan? Nou, ik weet niet, ik denk dat ik heel verdrongen heb. Ah, meisje. Ja, ik heb het echt zwaar gehad. Echt? Ja. Sorry. Even het traantje weg. Echt? Nee. Ja, weet ik niet. Nee, joh. Ik kan mijn emoties heel handig weghouden. Ik kan je soms niet lezen. Ik kan mijn emoties heel makkelijk weghouden. Nou. Okay. Nog eentje dan maar? Ik ben afgestompt. Afgestompt. Denk je dat je ooit te maken hebt gehad met burn-out klachten? Ah, wel met klachten. Ik heb nooit een burn-out gehad. Nee. Wel overspanheidsklachten, een paar weken geleden nog. Ik heb begrepen dat een burn-out ook redelijk snel gegeven wordt als je overspannen bent. Ja, precies. Dus dat ze tegenwoordig alles een burn-out noemen, terwijl het eigenlijk overspannenheid is. En je hebt natuurlijk ook autistische burn-outs, dat is ook weer anders. Die gebeuren gewoon bij autistische mensen. Ik denk wel dat in die tijd dat het niet goed met mij ging, dat ik wel tegen depressie / burn-out klachten aan zat. Ik kon niet eens meer mijn werk echt verrichten of zo. Maar met een echte burn-out keer dus blijkbaar ook moeilijk terug naar jezelf, al dan niet nooit meer naar jezelf. Echt? Nooit heb ik begrepen. Dat je nooit meer helemaal op de 100% komt. Ja, oké. Ja. En het duurt volgens mij minimaal 2 jaar, wat ik begrepen heb. Een echte burn-out? Ja. Maar dus dan zeggen mensen wel heel snel dat ze een burn-out hebben? Nee, het wordt gewoon veel gegeven. Ah. Mensen denken dan waarschijnlijk dat ze... En ik weet ook niet wat er waarheid in is, hè. Nee. Maar wat ik begrepen heb, wordt de diagnose gewoon erg snel gegeven. Is het echt een diagnose, een burn-out? Ja. Ja, dat weet ik niet. Tuurlijk, het is toch een diagnose. Een depressie is druk een diagnose. Ja, oké. Okay, ja. Maar misschien is het wel niet waar hoor, en hebben die mensen wel echt een burn-out. Maar zijn die dingen wel voor mensen met een mega burn-out kan ook. Heb je daar ook nog gradaties in? Een mega burn-out? Ja, dat weet ik niet. Maar dat het sommige mensen binnen een jaar weer helemaal de oude zijn, dat is dan gewoon overspannenheid geweest, denken ze dan nu. Ben jij wel eens overspannen geweest? Laat het vooral even weten. Ben wel benieuwd naar. Of heb jij wel eens de diagnose burn-out gehad? Waarom weet ik niet, waarom we dit willen weten. Maar nee hoor. Nee, ja, ik zit nog even aan te denken of ik trouwens echt ik denk wel dat ik die klachten heb gehad. Ik weet niet, wat zijn burn-out klachten überhaupt? Niet kunnen focussen toch op werk, somberheid, gespannen. Somberheid, ik heb wel eens overwerktheidsklachten ook wel gehad, inderdaad. Maar echt burn-out, ja, ik weet het niet. Ik heb nooit dat ik me echt heel veel moeite voel. Dus dat valt wel mee. En ik heb altijd het idee dat daar een heel erg groot onderdeel ook zit. Dat mensen heel moe worden. Echt extreem moe. Ja, of pas wanneer ze echt te ver gegaan zijn dat ze helemaal niks meer kunnen. Ja. Maar daarvoor niet per se moeheid gevoeld hebben. Dat ze echt in een soort van overlevingsstand zaten. Okay. Misschien heb ik dat dan wel ervaren. Ja, dat zou best kunnen hoor. Ja. Dat je in één klap opeens helemaal niks meer kan, dat kan volgens mij ook voorkomen. Ik denk niet dat het... Dat lijkt me nou echt heel gefrustrerend ook. Ik denk niet dat het per se één en dezelfde symptomen zijn die mensen ervaren, maar... Ik voel echt dat mijn stem op het moment wel een burn-out heeft. Zo slaapverwekkend. Dan is het einde van de podcast. Bedankt voor het luisteren, jongens. Mocht je nou denken van, joh, hey, waar kan ik dit allemaal volgen en kijken en zo? Ook vet gezellig op YouTube kan je dit dus kijken. En mocht je nou op Spotify dit willen luisteren de volgende keer, kan het ook. Volg ons dan op Spotify. Bedankt voor het luisteren. En dan zijn we volgende keer bij jullie terug met een nieuwe aflevering. Tot dan.